allemaal, ik ben Nerf Cowboy. Welkom bij deze gloednieuwe unboxing review. Ik ben net klaar met de unboxing review van de Fate. Dus ja, ik dacht, ik ga alweer naar de volgende in ieder geval. En vandaag gaan we met de Fortnite Blaster beginnen. En dat is dus de Fortnite Flare Gun. Dus ja, ik ben zeer benieuwd naar deze blaster. Het is een flare en het is een one shot en het is een mega blaster. Dus best wel geinig, ik ben best wel benieuwd. En ja, het is een bijzonder concept. Het is een flare gun, dus ja. Veel kan je er niet echt fout mee doen. Maar ja, het is wat het is. Ik ben op zich best wel benieuwd naar deze blaster. En ja, het is de nieuwste Fortnite blaster. En ik heb hem bij nerfpeltjes.nl vandaan voor 20 nog wat of zo. Of goedkoper volgens mij zelf. Hij was best goedkoop deze nog. En dat moet hij ook zijn voor wat het is, zeg maar. Maar ja, laten we maar eens even naar de blaster gaan kijken. Of tenminste naar de doos gaan kijken. Het is in ieder geval een open doos, dus je kan de blaster wel aanraken en beschadigen. Ziet er voor de rest Nerf staan? Hij komt met 3 Mega Accu Strike, staat er. Accu Strike Mega Darts, oké. Dat is bijzonder. Het ziet er niet uit als Accu Strike Darts, maar we gaan het nog wel eens zien. Voor de rest hier de barrel, de break open loading. Dus de voorkant kan openklikken. Je ziet hier Fortnite Flare, je ziet hier een dude met de flare staan. Epic Games, Hasbro en 8+. En op de achterkant zie je nog een beetje de blaster en zijn functies en Epic Games en Nerf en Fortnite Flare. En hier een beetje hoop waarschuwingen en nog aanbevelingen voor de Heavy SR waar ik natuurlijk een review van heb. En de BAR waar ik ook een review van heb. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze blasters, check zeker even mijn kanaal. En ja, laten we maar gewoon lekker gaan unboxen. Goed, in de doos krijg je dus de blaster, je krijgt je 3 Accu Strike Fortnite rounds en je krijgt de waarschuwing. En waar ik super blij mee ben is dat ze het dus, dat het echt Accu Strike darts in ieder geval zijn. Ze zag het er niet uit op het plaatje, die zagen er gewoon uit als normale Accu Strike, als normale Mega darts. Maar dit zijn Accu Strike darts, ze zijn gewoon Fortnite skin. Ik ben daar super blij mee, want normaal zou Nerf dit echt niet zomaar doen, zeg maar, dat ze het ook helemaal in de Fortnite skin doen. Dus ja, super blij dat ze dat in ieder geval wel hebben gedaan. Ik ga deze blaster in ieder geval even uitproberen en zo. En ik zie jullie zo meteen weer terug. Oké, de Flare. Nou, de Flare is een simpel te begrijpen blaster die eigenlijk weinig fout doet voor wat het is. Dus ja, vrij simpel om overheen te gaan in ieder geval. In ieder geval aan de voorkant heb je dus geen barrel attachment point of wat dan ook. Het is een vrij simpele barrel op zijn eigen al. Hierboven lijkt het alsof het een soort van rail zou hebben, maar het heeft voor de rest nergens tactical rails. Er zit wel een soort van sight hier en zo. Dit hele voorkant ding is voor de rest ook de barrel. En om het open te maken heb je hier eigenlijk een soort van de hammer style priming. Maar dit is eigenlijk de release ervoor. En daardoor komt de barrel dus tevoorschijn en kan je hier je dart in doen. En dan vrij simpel doe je de barrel weer omhoog. Maar de blaster werkt ook zonder dat je de barrel omhoog doet. Dus je kan eigenlijk de blaster ook gewoon zo houden als je dat wilt. Maar dan heb je wel de hele tijd dat ding wat rond zit te wiebelen. Voor de rest kan je hem eigenlijk zelfs ook gewoon zo nog erin laden. Maar dan moet je de dart wel wat verder erin douwen. Wel wat meer gekloot. Je kan het beste gewoon de barrels nog omlaag doen. Voor de rest, dit is een best wel goed systeem. Je kan hem niet zo makkelijk omlaag rukken. Maar als je er een stoot tegenaan geeft, klikt hij wel gewoon heel makkelijk omlaag. Maar raad ik voor de rest niet aan, want dadelijk sloop je alleen maar dat ding. Voor de rest heb je nog de trigger. Nou, de trigger druk je niet heel ver in. Maar het is wel voor de rest nog een smooth trigger en zo. En de grip is groot. Het is een grote, dikke grip. En ja, dat is op zich alleen maar goed. Het is echt wel een soort van rival style grip, zeg maar. Het is zeg maar nog wel een grotere grip dan de Fate, zeg maar. Het is nog dikker zelfs. Dus voor grote handen nerfers is het zeker wel een comfortabele grote grip, zeg maar. En deze witte dingetjes ook allemaal zijn een soort van rubber, als een soort van grip. Dus het is, ja, je hebt hem best goed vast de hele tijd. En voor de rest heb je hier nog dit witte, ja, dingetje. Waar je voor de rest eventueel slinger vast kan doen of wat dan ook. Maar dat ratelt de hele tijd mee. Als je gaat rennen, ratelt het de hele tijd mee en ramt het in je vingers. Het is zo nutteloos, maar het is, ja, het zit er en het is grappig, maar het is ook een beetje vervelend af en toe. En daaronder heb je voor de rest nog de normale, ja, Jolt Style Prime eigenlijk, dus je pijn er gewoon omlaag. En dat is hoe je kan schieten. Nou, zoals je hoort, het heeft niet heel veel kracht. Het is ook niet de sterkste blaster die er is, maar het is in ieder geval een blaster. Het is een best grappig blaster en ja. Ik ben blij dat ik hem heb. Laten we gewoon lekker gaan schieten. Let's go. Nou goed, ik ga 6 darts hier gewoon voor de rest mee afschieten van beide kanten. En dan zien we wel weer. Let's go. Oh.
Okay, dus de flare gun. Ja, de flare gun is een blaster die je koopt als je Fortnite fan bent en je, weet ik, voor cosplay of wat dan ook wil gebruiken. Voor de rest is dit geen blaster die je gebruikt voor Nerf Wars of wat dan ook. Het is op zich wel gewoon grappig voor players zoals mij, weet je wel. Die gewoon lekker in de camera aan het schieten zijn en target schieten of zo doen, weet je wel. Dan is het wel grappig, maar het is voor de rest geen blaster die je wilt kopen. Het is voor de rest wel een goedkope blaster, dat is wel chill. FPS is voor de rest gewoon, ja, te verwachten van deze blaster. Het komt gelukkig nog bij de 60 FPS, dus dat scheelt nog wel een beetje. Maar ja, voor de rest is deze blaster vrij simpel te begrijpen, weet je wel. En het is een oké blaster. Ik heb voor de rest geen gems of wat dan ook gehad, wat alleen maar goed is natuurlijk. Maar ja, het is een vrij makkelijke blaster. En ik raad hem letterlijk alleen voor, ja, kinderen aan. Kinderen zullen dit vast wel geweldig vinden. En voor cosplayers. Weet je, Fortnite fans zullen dit vast wel geweldig vinden. Want die kennen de flare gun. Als het überhaupt wel een echt ding is in Fortnite. Ik weet het niet zeker. Maar ik speel geen Fortnite. Maar ja, weet je, het is een grappig, simpel te begrijpen blaster. Goed. Oh, ik zie ook nu pas staan dat hier Super Flare in staat. Het staat gewoon letterlijk Super Flare. Oké, dat had ik nog niet eens gezien in al die tijd. Oké, ja. Maar goed, in ieder geval, deze blaster was grappig om te gebruiken en zo. Maar gaat de bak in en dat komt er waarschijnlijk in een tijdje niet uit. Goed jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Link is dan in de beschrijving als je deze blaster nog wil kopen. En ja, voor de rest, vergeet het even niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Vergeet even niet alle linkjes in de beschrijving te checken. En ik zie je dan maar weer later.